Moerdijk moet verdwijnen. En daar zijn ze hier in het dorp allerminst over te spreken. En dan kunnen wij in het westen natuurlijk wel weer zeggen... joh, laat ze lekker afsterven daar in dat dorp. Maar wacht eens even, dit zijn ook mensen. Niemand wil hier meer een huisje kopen, hè? Want het is allemaal zo negatief in de publiciteit. Dat is heel naar, maar ja, wat doe je er tegen? Ja, treurig. Nee, ik kom u ook even een hart onder de riem steken, want het zit u niet mee, hè? Nee, echt niet. Nee, dat wil ik ook niet. Wat wil u niet? Verhuizen. Nee, dat doet me echt zeer, hoor. U wordt emotioneel? Ja, ik wel. Want ik heb hier al zoveel meegemaakt. Mijn vrouw is overleden. Ik ben voor de rechter en alles geweest. Meneer de burgemeester, ik kom hier wat mensen tegen die toch vrij emotioneel zijn onder wat er nu allemaal gebeurt hier. Ja, dat is ook heel logisch natuurlijk. Na wat er deze week als nieuws over hen werd uitgestort. Als je daar dan al bijvoorbeeld al 40 jaar of 60 jaar woont en je hebt je eigen huis helemaal netjes opgeknapt en je tuintje aangelegd en alles wat daarbij hoort. Heeft u veel tijd in deze tuin zitten? Ja, dat is heel veel tijd. Ja. Allemaal voor niks, hè? Nou ja, voor niks. Nou ja, het wordt allemaal weg, gaat allemaal weg. Dat zou ik niet trekken. Echt niet. Dat zou ik echt niet trekken. U wordt er emotioneel van? Nee, ik kan het niet oppassen. Niemand, maar dan ook niemand, komt ons lekker het dorpje. Niemand, het zal nooit gebeuren.